allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag oudejaars. Oh, ik moest even nadenken, ik weet niet waarom. We zijn oudejaarsavond. Er komt familie over. Mama en haar twee zussen, waarvan we met één kerst hebben gevierd. Ik heb juist mijn haren uit de nachtkruller gehaald. Allee, ik heb eigenlijk de hele dag in mijn haar gehad. Dus, why not? Dus nu heb ik deze krullen. Ik ga ze wel nog uitkomen, maar ik weet niet of ze in krullen gaan houden of dat ik mijn haar ga opsteken. Daar ben ik nog niet uit. Maar met één zus en het gezin gaan we eten. En de andere komt pas voor rond 10 uur ongeveer. En daarmee gaan we dan meer zo de partyavond doen. En allee, dan is de andere er ook nog. Maar die komt iets later. Dus dan gaat het heel druk worden hier. En dan gaan we oudejaars en het nieuwe jaar dus vieren. Dus ja, ik heb me geschminkt. Ik heb oranje oogschaduw. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb ook een oranje kleedje aan hieronder. Even mijn badjas nog aan, want ik wil geen make-up of zo op, of haarspray op mijn kleedje hebben. Dus ja, ik ben eigenlijk zo goed als klaar. Het is 7 uur, we gaan direct beginnen aan het eten. Om 7 uur ongeveer, 7:30 begonnen we aan het eten. En om 10 uur kwam mijn andere tante. Dus dan gaan we beginnen aan de, wat is het, snacks. En zo, dus ik ga jullie weer meenemen op mijn gsm vandaag. Ja, gsm, geen camera. Jee. Niet iedereen gaat gefilmd willen worden. As understanding. En dus ik ga weer zoveel mogelijk proberen te filmen. Ik ga oudejaars en nieuwjaarsdag in één vlog zetten. Nieuwjaarsdag vieren we gewoon onder ons gezin. Maar we gaan ook van alles lekker eten. We hebben voor morgen ook een heel menu voorzien. Maar gezellig onder ons gezin. Dus met dan een combinatie van soort Netflix-dagje. Maar gewoon gezellig onder ons. We gaan misschien ook gewoon wandelen. Als het weer het toelaat natuurlijk. Want België, you never know. Het was vandaag echt wel super warm. Ik weet niet of jullie naar buiten geweest zijn. Laat het eigenlijk weten in de comments. Maar hier heb ik deze ochtend gemeten dat het 17,5 graden was deze ochtend. Daarna ben ik niet meer echt buiten geweest. Ben ik echt aan blokken geweest om tijd klaar te zijn voor deze avond. Het was echt warm toen ik deze ochtend naar buiten ging. Had ik echt zoiets van wow. Dit is de temperatuur die ik misschien in de zomersochtend soms voel of zo. Dus ja. Het is het was zo'n lentegevoeltje. Leuk. Nog nooit meegemaakt op oudejaars. Regen, sneeuw, mist. Echte mistmuren al meegemaakt. Maar dit? Nee, dat is iets nieuws. Klimaatopwarming. Leuke ervaring. Zo warm weer. Ik ben de kerstvlog nog aan het editen. Die zelfs online moet komen. Dus dat ga ik ook nog doen. Tussen het eten door. Maar ik ga jullie gewoon vooral meenemen vanavond en morgen. Dus ik ga alles in één vlog steken. Zodat jullie dat al weten nu. En ik ga mijn haar nog fixen. Want dit is het niet. Maar ik heb een nieuwe techniek gedeeld. Gedaan. Excuseer. Met dit ding. Ik weet niet hoe dat heet zelfs. Maar een nieuwe techniek gedaan. Voor krullen te krijgen. Zodat die hier van voor iets meer volumeus zijn. En iets steviger blijven zitten normaal. En dat 's nachts ook. Dat iets comfortabeler zit. Dat je niet de klem op je hoofd moet hebben. Dus als jullie dat willen zien, een tutorial ervan, hoe ik dat heb gedaan, laat het zeker weten in de comments, want dan doe ik het zeker. Of stuur me een berichtje op, DM mij op Instagram.
dan maak ik daar zeker een YouTube-video van, want ik wil dat altijd voor jullie doen. Maar ik ga nu mijn haar fixen en dan gaan we aan het eten beginnen. Dat is niet zoveel werk aan. Maar ik heb best wel honger en dan ga ik verder aan de vlog editen voordat de rest er is. En dan is het party time. Voordat ik overga naar het food festival en het feestavond, wil ik zeggen een fijne oudejaar en een gelukkig nieuwjaar aan iedereen. Een gezond jaar toegewenst, met dat je al jullie wensen mogen uitkomen. En dat jullie het beste jaar tegemoet mogen gaan in 2023. Dat is het beste ding dat iedereen kan toegewenst worden. En geniet van deze avond. En bye! We hebben zojuist lekker gegeten. Het was een kippengebraadje met peperroomsaus en champignonroomsaus. Met frietjes en boontjes met spek rond. Dus was lekker. Heeft gesmaakt. Ik heb mijn haren, had ik er zelfs gewoon de krullen gelaten. Maar nu heb ik het veranderd, dus ik heb het opgestoken. Ik zal hem eens omdraaien. Ik heb het zelf nog niet gezien aan de achterkant, maar ik hoop dat het mooi is. Ik heb een kleedje aan van... Eigenlijk geen idee. Het is een oranje kleedje. Ik denk dat er haarlak opgekomen is. Spijtig. Wel ver uitgesneden heb ik gezien. Dus ik ga misschien direct iets anders aandoen voor de rest van de familie komt. Oh ja, heb ik nog niet gezegd. Maar het is nu, denk ik, bijna 9 uur. En om 9 uur... komt de rest, dus die zijn zo dadelijk hier. We zijn al de hele avond volop vuurwerk aan het afsteken. Dus het is hier al de hele avond in geknald, wat een met. Niet zo prettig. We zijn vandaag 1 januari of 2023, dus allemaal gelukkig nieuwjaar. Ik heb gisteren op oudejaarsavond niet meer echt gefilmd eigenlijk. Ja, wel zo kleine stukjes, maar niet meer met jullie gepraat. Sorry daarvoor. Ik weet niet waarom. Het was heel chaotisch, heel druk, heel fijn. Maar ik was daarna super moe. Het is 2:30 geworden, denk ik. Ik was heel veel vuurwerk geweest, dus mijn hond Ocharm was helemaal in paniek. Zag er enorm van af, dus die hebben we moeten afleiden. Wel super mooi, maar een beetje te veel.
We hebben dan nog gegeten, ijstaart gegeten, nog wat hapjes gedaan. Vandaag zijn we begonnen met speciaal ontbijt. Dan hebben we deze middag soep gegeten met stokbrood. Zijn we naar mijn grootouders gegaan voor nieuwjaar te wensen. Hebben we taart gegeten. En nu gaan we zelfs, ik denk dat half vijf is, 5 uur. Gaan we langzaam beginnen aan het nieuwjaarsdag menu. Is ook nog een heel groot menu wat we klaar hebben. We gaan gourmet doen. We hebben kroketten. Allee, gourmet met kroketten. Wat hebben we dan nog? Gourmet, kroketten. En dan ook nog van alle snacks voor daarbij. Ik denk warme en koude snacks. Dus het gaat gewoon een heel gezellige avond onder ons gezin, zoals ik al gisteren had gezegd, denk ik. Ja, dat is gewoon een gezindagje vandaag. We gaan gezellig film kijken, wat Netflixen. Dus het wordt gewoon super gezellig onder ons. We gaan zo dadelijk aan het eten beginnen. Dus ik wil jullie even op de hoogte brengen. Want ik weet eigenlijk niet waarom ik gisteren zo weinig heb gefilmd. Maar ik ben gewoon echt kapot. Ik ben blij dat ik vandaag wel nog zoveel heb kunnen leren. Want anders liep ik achter op schema. Maar ik heb het gedaan. En nu nog genieten van lekker eten. En gezellig onder het gezin samen zijn. Dus dat is het belangrijkste. En dat is ook super fijn. En in de zetel ploffen met Netflix.